Het gaat om een proeftuin van technologische en sociale innovatie. Wat bedenken mensen op een technische universiteit bijvoorbeeld en hoe pakt dat uit in de werkelijkheid? Het gaat dan om een mobiele wijk, het gaat om een energiezuinige wijk, een circulaire wijk, een gezonde wijk, een veilig en sociale wijk waarin participatie en data een hele belangrijke rol spelen en dus ook water. En dat is de reden waarom we vandaag bij elkaar zijn. Als je nou water in zo'n slimme wijk vorm wilt geven, wat betekent dat dan? En juist die spelers met elkaar in de waterketen, naast de gemeente en provincie, de waterschap en het drinkwaterbedrijf met KWR, hebben vorig jaar met elkaar gezegd van nou, dat zou toch beter moeten kunnen en met name dan ook duurzamer en beter ingericht op de uitdagingen van de toekomst. Hier staat wel een van de kernpunten, dat voor allerlei domeinen is zowel een basisvariant als een plusvariant benoemd. Neem nou het drinkwaterverbruik als voorbeeld, zo'n basis- en een plusvariant. De basisvariant zegt we gaan 40% besparen. Het plusscenario zegt 70% besparing. Iedereen in de watersector heeft het wel over probeer het zo lang mogelijk vast te houden en het ten nutte te maken op het moment dat je het nodig hebt. Het gaat in het watersysteem gaat het om de hoeveelheid water, het gaat om de kwaliteit, dus hoeveel verschillende stoffen komen daar binnen. En het gaat natuurlijk om de invloed van buitenaf, temperatuur, zoninstraling. Dus regenwater gaan we niet, uiteraard niet, zou ik zeggen, naar het riool laten afstromen. Regenwater gaat in het watersysteem, in het oppervlaktewater. En een deel halen we het huis in om toiletten te spoelen, wasmachines te laten draaien. In andere woorden, op die manier ten nutte te maken. Daar zit dus een fors stuk waterbesparing al in. Wat naar de centrale rioolwaterzuivering gaat, is wat we noemen het zogenaamde zwarte water. Dus het echte afvalwater dat niet verdund is met regenwater. Brainport Smart District is een zeer aansprekend project in Nederland. Ja. En we koppelen dit ook zoveel mogelijk naar ervaringen in andere delen van het land. Zeer bedankt, want jullie hebben het gedaan en alle hulde. Dankjewel.